Hallo, ze ben Gezipper, ik van Sapen Gameplay en ik word nu op dit moment geteabagged door Ier. Hey. Dit is, ik geloof ik, deel 5 van Minecraft. Misschien. Zeg ik dat goed? Misschien. Ik denk deel 5. Misschien. Ja, ik ga nu uit bed. We zijn nog steeds bezig met onze objective voor een hele hoge flat. Een big ass flat. Pas op dat die creeper ons huis niet opblaast, want dan word ik... Oh, ga naar binnen, we gaan slapen. Snel naar binnen, snel naar binnen. Oh ja, waarom gingen we niet slapen naast elkaar? Omdat ik bang was in het donker. Oké. Daarom heb ik doortjes opgehangen. En we hebben beloofd dat we vandaag iets gingen doen. We gingen op jacht, geloof ik, voor biggetjes of zoiets. Ja, we gaan op jacht voor voedsel. Ik bedacht me zojuist dat kippen ook voedsel geven. Dus we gaan heel veel dieren uitsluiten. Oh, nee. Kijk die creeper. Uw een creeper. Ga dood. Wacht, ik maak hem wel dood. Je doet het niet, hij blaast ons huis op. Ja, maar kijk, ik sloop hem door het raam. Mag dat? Ja, als... Ja, hier... Weg, Rick, weg! Waar? Als je moest sissen, dat is het geluid van oprotten nu. Ja, maar ik zit in het huis. Ja, maar dan kan hij ons... Oké, ik hoor er eentje sissen. Oké, wegrennen. Weg ik ben thuis. Boven. Weg maar thuis. Ik ben boven. Oké, dat was het huis. Nee hoor. Oh, hij leeft nog. Ik weet niet hoe het is gebeurd, maar hij heeft zich echt net... Waterval! Hij heeft zich net naast het huis opgeblazen. Pas op. De waterval moet dieper. Je hebt kans dat daar die zombie nog zit. Hij zit er nog. Ik kom weg hier. Weg naar Rick. Ik kom weg hier. Nee, ik moet hem laten exploderen. Dan is de waterval beter. Het is een zombie. Nou en! Oh, het is een zombie. Het is een creeper. Hij is dood. Oké, waterval. Oké, Rick heeft zijn eigen hobby's. Ik hou van waterval. Rick, je gaat met me mee op jacht. Of je... Oké, het begint een beetje donker te worden hier. Hoe maak je torches? Met kool en sticks. Oké, hoe? Gewoon 2 sticks met een kool erop? 1 stick met een kool erop. En maakt het nog uit waar die stick staat? Onder de kool. Ja, maar maakt het verder nog uit of je helemaal beneden of midden doet? Nee, maakt nooit uit volgens mij. Oh fuck, ik zie nog een creeper lopen. Ja, hier zit er ook nog eentje. Ik heb hem nu gevangen. We gaan ons huis in. Niet naar hem toe lopen. Ik ben veilig in het huis, shit, hoop ik. Je hebt wel de deur dicht gedaan. Hoi! Ja. Oh, creeper op de trap. Creeper zit op de trap. Je weet dat het raam... Blijf binnen. Niks doen. Ik sloop eerst deze creeper en dan sloop ik die. Ik doe eerst het tuikje even dicht naar boven. Zo. Die creeper staat voor de bovendeur. Het is heel droog. Maar ik ga nu slopen. Is het plan. Wat? Die creeper. Cool. Wacht, ik maak eerst even een sword en dan kan ik hem heel makkelijk slopen. Jij blijft in het huis, want hij heeft jou getarget. Dat betekent dus dat hij pas mij gaat aanvallen, dus zichzelf opblaast. Tot hij mij heeft gezien, tot ik hem geslaagd. Ik heb dus wat torches gemaakt. Ik heb torches gemaakt voor mijn waterval. Oh jezus, ik faal hem. Oké. Iedereen heeft zijn taken. Je weet dat mijn taken belangrijker zijn dan die van jou, want ik maak een waterval. Blijf in het huis! Jezus Rick, je hebt het verneukt. Klootzak. Waarom ging je? Ik heb je 50 keer gezegd, blijf in het huis, blijf in het huis, blijf in het huis. Oké, wacht, ga mijn shit terug. Oh, hij leeft trouwens nog steeds. What the fuck? Ik ben weer dood. Oh, jeetje Rick. Hoe moeilijk is het om in het huis te blijven? Het is een mooie waterval, joh. Ik ben heel boos. Dat is het horen aan je stem, ja. Ik ben echt heel boos. Nou, we kunnen overnieuw beginnen. Je hebt al mijn dromen verwoest. Je wist nog die keer dat ik zei dat ik een dungeon wou. Ja. Nou, hier heb je dungeon. Voilà petit, zoals de Fransen dat zeggen. Er zit best wel... Ja. Heb ik daar een goed punt? Nee, dat is een beetje op mijn scherm. Oké, dat mag. Voilà petit. Oké, zullen we gewoon verder gaan met ons huisje opnieuw bouwen of zo? Ja, we herbouwen hem en dan gaan we jagen. Ik ga ondertussen even gaan verder met mijn waterval, want ik weet wat mijn fans willen. Je mag niet in mijn waterval, dan gewoon over heel veel delen, dan mag je in mijn waterval. Dan ga je gewoon door de hele wereld van Minecraft heen, ons op een eiland zitten. Oké, geef me mijn hout terug, alsjeblieft. Heb ik hout van jou? Ja. Ik heb 3 wooden planks, 8 wooden stairs, heel veel dirt. Oké, al ons hout is vernietigd bij de explosie. Klopt. Geweldig, dat mogen we allemaal weer opnieuw gaan verzamelen. Yep. En allemaal door jou. Sorry. Het is oké, jij... Ik ben een noob, joh. Deze serie niet voor niets Minecraft noob. Wat had je anders verwacht? Ja, het levert wel wat actie op, moet ik zeggen. Ja, precies. Het is wat mijn fans willen. Jouw fans... Oh, ik heb een dungeon gevonden.
orders negeren en Rick zijn. Dat is een beetje jouw taak. Jee, ik heb een dungeon gevonden. Maar je mag er niet in, want het is mijn fucking waterval. En jij bent tegen watervallen, dus je mag helemaal niks weten van mijn waterval. Nou, dan ga ik wel even kijken of mijn kip al een ei heeft gelegd. Dat is goed, man. Ik heb dirt gevonden. Oh nee, of het is geen dirt. Het is iets anders. Als hij over een dag nog geen ei heeft gelegd, hè. Jee, ik weet niet wat het is, maar we gaan het hakken. Wat is het? Oh, het is wel dirt. Oké, verder met de waterval. Ja. Oké, het water stroomt niet meer naar beneden toe. Nope. Oh, toch wel. Het stroomt weer naar beneden. Ik ga weer een beetje naar rechts. Is er ook een diepte maximum of zo? Diepte maximum? Het is echt van, je bent diep. Na een tijdje kom je bij een mineraal dat niet kapot kan, ja. Maar voor de rest. Oh, als dat het enige is. In creative mode kan het trouwens wel kapot. Maar dat is niet echt interessant. Aangezien we in survival mode zijn. Wat betekent dat je survival zonder creative mode. Oké, maar uiteindelijk kom ik of lava of diamond tegen. Maar gelukkig heb ik water om het lava te ownen, toch? Ja, veel succes. Oké, nou het wordt wel spannend. Het is wel jammer dat je nu mij niet ziet. Ja, ik. Dat is jammer. Wil je misschien toch even één keer in mijn grotje komen hier? Hey, je hebt iron genegeerd. Ja, dus boeien. Nog meer iron. Ignore. Ja joh, het is een grote resource shit, man. Ik ben lekker bezig, Freek. Jij gaat voor de resources, ik moet zo een nieuwe pickaxe. Als jij daar nou voor zorgt? Ja, ik heb dus geen pickaxe Ben je al in mijn waterval? Ben je er al in? Ja. Vind je mooi? Ik heb alleen geen pickaxe meer. Ja, ik ook bijna niet meer. Moet je toegeven dat je onder de indruk bent? Ja. Ooit wordt dit een heel succesvol park met heel veel bezoekers. Gadverdomme, dit blokje blijft mij hier spawnen. Oh, hij is weg. Er komt kool jouw kant op trouwens. Als het goed is, gaat het met het water mee en komt het uit. Oh, dat is wel cool. Dan kunnen we dingen naar elkaar sturen. Ja, daar is hij. Yeah, hey, ik had hem alleen eerder. Waarom geeft deze torch geen licht? Oké, we gaan nu weer een stukje naar rechts. Mij of geeft deze torch geen licht? Gast, ik heb een idee. Als we nou weer nu naar onder gaan. De torch geeft geen licht. Oh fuck, dat is een torch. Ik ben aan het verdrinken. Jee, je blokkeert me. Kokblok. Ja, maar net zeg Ik ga hier even een kamp opzetten, gewoon zodat we kunnen... Ik ga zo meteen ergens heel diep naar beneden graven en dan krijg ik uiteindelijk mijn waterval. Mijn echte niet waterval. Niet naar beneden pure. Graven, dan krijg je problemen. Niet hier, alleen een stukje hierboven, dat ik precies weet dat ik er nu onder zit. Ik zet hier even een tijdelijk kamp op, met een crafting table. Is goed. Dan kan ik allerlei leuke dingen maken. Is hij te diep? Is hij te diep ik hier? Ik hou van diep. Nee? In de aas. Hoi, hey. Zo praat je niet over je moeder. True. Hoi Rick's moeder. Ik weet dat je deze aflevering allemaal kijkt. Ja, alle anderen hebben tot nu toe ook al gezien. Ja, dit... Oké, okay, serieus. Ik ben aan het verdrinken, want ik een blokje probeer te minen. Maar dat lukt alleen niet echt. Ja, onder water gaat bijna dood. Mijn trouwens slomer. Picky die ex is bijna dood, joh. Holy... Oh? Wat was dat? Dat was... Graffel. Iets. Nou heb je geen water meer. Oh fuck. Gast, wat doe je? Nee, lukt me. Het komt alweer. Ik mine een beetje. Tijd voor waterval. Hey, die gravel is geglitcht. Jee, de gravel is geglitcht. Gravel, the next level. Nou, gaat ook een beetje gravel vallen. We hebben... Oké, okay, ik ga eerst even een hele lange gang maken. We hebben tot nu toe nog niet zo heel veel kool verzameld, dus het is best wel goed dat ik dit aan het doen ben. Oké, okay, ik ga eventjes een beetje bijlichten, maar ik ga eerst even gewoon heel lang graven en dan zo meteen laat ik gewoon één keer het water er doorheen lopen. Yep. Oké, okay, dus ja, eigenlijk hebben we nu een soort van derde objective. Ik wil een epische waterglijbaan. Ja, en je wil bedrock bereiken ermee? Ik wil diamond eigenlijk. Ja, maar bedrock is zeg maar het laagste niveau, want dat is het mineraal dat niet kapot kan. Oké, okay, maar kijk, dat is, ja, oké, okay, maar het komt er dus op neer dat ik diamond ga vinden en dan ga ik het hakken met deze pickaxe, zodat je heel gefokt wordt. Ja, ik word niet gefokt hoor. Jawel, ik word heel gefokt. Ik heb alle andere Minecraft-mensen worden dat waarschijnlijk heel gefokt namelijk. Ik heb een tijdsprobleem, dat spijt me, kijk. Het is waar. Vraag maar aan mijn Latijn leren. Okay, ja, dus kan je dan, oké, okay, hier, ik moet even naar boven. Ja. Misschien moeten we ergens gewoon wat gaten naar boven graven met ladders. Ik heb wel ladders bij me. Zullen we het niet doen? Oké. Okay. Oh, kut, ik heb weer een hele erg diep plekje gevonden. Oh, weer gaan we lekker dieper. Als mijn pickaxe weg is. Oh, wacht. Oh, fuck, ik heb wel een crafting table nodig. Want die kan ik gewoon ter plekke maken hier toch? Een crafting table als je iets verder omhoog gaat. Oh, ja. True.
perfect. Die heb ik er namelijk neergezet als Tot. Kamp, tijdelijk kamp. Oké, ik lag een beetje. Het bestaat uit een crafting table. Dat is alles. Als dat alles is, ja. Dan, ik heb je waterval goed. Weer uitgebreid. Mooi. Coal aan mijnen ben. Ja, dit was toch wel geluk bij een ongeluk dat die creepers ons huis vernietigden. En wat gaan we doen als het avond wordt? Ja, dan blijven we hier. Hier al loop je niet zo heel veel risico terug. Oh, mooi. Tot de creepers in de waterval vallen, want die worden meegenomen door de stroming. Dat lachen. Er komt er opeens zo'n creeper aandrijven. Hallo. Okay, ik zet hier even heel veel toortjes neer om te herinneren dat ik hier een soort van gat heb gemaakt. Wat voor gat? Een soort van plek van hier ga ik recht naar beneden graven zodat ik dood ga plek. Oké. Okay. Gelukkig kom je nu weer bij het huis uit. Het is alleen dat als je in de lava valt, dan verbranden al je spullen die je bij je hebt. Ja. Echt waar? Ja. Dat is kut. Nee, ik denk dat Jurt gewoon klasse tegen me aan het liegen is. Nee, serieus. Dat is een beetje het nadeel van lava. Het brandt. Aha. Het brandt. Oké. Okay. Het brandt. Herpes brandt. Nee. Misschien hebben we wel kijkers met herpes. Oké, okay, sorry, als je herpes hebt en je bent nu en kijken, beledigd. Dan zou ik alsnog een thumbs up geven. Ik kan hier gewoon boven gaan staan en dan doe je en dan zeg je van, oh, ik heb snel een pickaxe nodig. Heb je een pickaxe nodig? En dan gooi jij naar beneden. Jur, ik heb snel een pickaxe nodig. Het is alleen dat de waterflow niet zo heel snel is, maar voor de rest, over een minuut ongeveer, heb jij een pickaxe. Oké, ik ben aan het wachten. Hij komt hoor. Tuurlijk, hij komt eraan. Geef toe dat deze waterval. Zal ik ook heel veel vertakkingen gaan maken van onze waterval? Ik heb al echt 5 iron verzameld. Nice. Ik denk dat we over deze titels van deze video's heel moeilijk moeten nadenken. Ik denk dat het bijna tijd is om te gaan, want we zijn al heel lang best wel lang bezig met deze waterval. Dus we zijn 12 minuten bezig. Oh, valt mee. Oké, ik ben steeds die pickaxe niet tegengekomen. Ik ben al bijna buiten. Hij is weg. Oh, dan is hij waarschijnlijk in naar de waterval gegaan. Hij is afgegaan. Ja, waarschijnlijk wel. Hier, tragisch. Kijk, hier in is hij waarschijnlijk gegaan. Ja. Ga je erheen? Zoek hem. Het was best wel de enige pickaxe die ik al had, dus. Die zal wel moeten, hè. Oké, okay, dus gaan we gewoon toch stiekem voor diamond zoeken of zo? Kijk, inventory. Ja, ik heb 3 pickaxes hier. Nou, het zeg. Oké, okay, ik ga toch deze kant even blokken. Letterlijk. Oké, wat is een goede manier om iets aan te geven voor mezelf? Gewoon een stuk dirt in aan de bovenkant doen ofzo, want dat zit er normaal. Ik heb hier met een soort van holletje, dan kan ik een waterval bouwen. Ik heb gewoon een stukje dirt in het plafond. Dat zie ik wel, want dat merk je wel op. Okay. Oh, waar gaat opeens? Wat hoor ik allemaal? Ik word allemaal geplonst. Ja, dat ben ik. Ik ben aan het spetteren in het water. dat is altijd als Jur loopt, dan hoor je gewoon geplonst. Hey Jur, ik ben kool tegengekomen hier. Gezellig. Ik heb hier 3 stukken kool. Ik zou zeggen, doe er iets ik mee. Ik had het al even. Oh, ik heb heel veel kool. Het is echt een stuk of 10 kool. Vrienden met kool. Oké. Okay. Vraag of je wilt toevoegen op Hives. Of Facebook. Maar Jur, ik heb 2 vrienden op Hives. Twitter misschien. En serieus, als je me niet gelooft, zoek me maar eens op Hives. Rick Broer 16 Schagenbrug. En stuur me een vriendenverzoek, want ik ga niet accepteren namelijk. Ja, en daarom moet je dat dus doen. Ja, dan had ik aan mijn moeder zien, kijk mam, 20 invites. En dan zegt ze, oh yeah. En dan krijg je stamppot. Ja, dan denkt ze eindelijk, oh Rick heeft dus wel vrienden. Maar eigenlijk hij wil ze gewoon niet. Zo van, matig. Ja, echt. Ik date geen fans. Net als Justin Bieber. Oh nee. Justin Bieber date alleen mannelijke fans. Dat zijn toch ook fans. Jurg, gaan mijn toortjes eigenlijk uit als ik er een waterval overheen laat gaan? Ja, dat klinkt best logisch namelijk. Hé, hey, je bent echt dingen tegengekomen. Ik heb nu alleen geen pickaxe meer. Alleen ik ga iron pickaxe voor mezelf maken. Ik claim best wel de iron. Jammer. En we halen de dirt weg. Nu. Woehoe. Oké, dirt is weg. Deze hele dungeon loopt hier onder. Oké, we hebben nu echt een waterval waar je er echt doorheen kan. Oh fuck, nee, je zinkt gewoon heel diep. Dan? Het zou cool zijn als je er doorheen kon lopen, dat er achter gewoon een dungeon was. Ja, in principe wel. Moeten gewoon even doorgraven. Oh shit, sorry. Ga eens weg. Fuck, wat doe je? Ik probeer te minen. Ik lag.
Ja, ik probeer niet te laggen, maar dat gaat nogal moeilijk bij jou blijkbaar. Trouwens, we moeten zometeen weer food gaan halen, gast, anders gaan we dood aan verhongering. Ja, ik ben al best wel dood aan het gaan. Zullen we gewoon hier ons huis bouwen, achter deze waterval? Dat is best cool. Of gewoon dat om ons huis heen, overal waterval zit. What the fuck? Wat, ik graaf wel even omheen. Oh, ik heb het verneukt. Wacht, stop. Wacht, gast, ga weg. We graven er even omheen. Kijk, nou kan je er gewoon doorheen. Oh. Dit is. Even zo'n torch ophangen. Hoppakee. Ze hebben waterfall veranderd trouwens. Veel begaanbaarder. Hey hier, ik heb je water gevonden. Hoi. Cool. Oh. Wat doe je? Ga eens weg, Roel. Oké, als je Roel heet, is hij deze video, ga alsjeblieft even weg, gast. Kom op. Kom op, nou, Roel. Oké, doe even zo, anders gaat... Oh, fuck. Hoe diep zitten we al? Moeten we niet eens gaan stoppen? Ja, dit was hem, jongens.